schermen. Hey. Oh, dat was ze. Nu. Zit je lekker? Heerlijk. Vertel eens wat jullie ook weer komen doen. Wij zijn van Theaters in Nederland. En wij maken een vlog over diverse voorstellingen in theaters. En eigenlijk promoten we eigenlijk een beetje het theater en ook de voorstellingen. Dus, en daar maken wij een vlog over. Dus een beetje gezellig en los en relaxed. Zeker. Nee, vanuit. Ja, we zitten goed bij. Ja, dus we zijn hier in Groningen. Ja. Martini Plaza. Wat gaan we doen? Gaan we vloggen? Ja. We zijn al aan het vloggen. We zijn al aan het vloggen. Ik ben doodeng. Ja. Ik zit niet voor de soundcheck. Ja, ik hoor het. Dus moet je misschien even mee? Vind je dat leuk om te zien? Zeker. Dat is heel leuk. Ja. Dat zie je nooit op een vlog. Nee. Nee, daarom. Een vlog. Daar hebben we een achteraan. Als ik raar naar zo'n poef spreek, dan moet je het zeggen. Ja. Maar dat heet een vlog in. Ja. En jullie zijn vloggers. Ja. Godskanonnen. Tot lachen. Kom. Ja. Komt goed. Ik heb dat helemaal verkeerd gezien dan. Dat bij die pinautomaat, die twee oude mensen en dat jij dan even je zakcentje meepakt. Dat was ik niet, man. Dat is puur racisme. Weet je wat nou zo mooi is? Die automaten die hebben tegenwoordig camera's. En die kunnen jou. En die zitten dan mee. Moet je nou eens kijken. Jij bent echt Dries, maar iemand van in de buurt. Jij bent van Marcel. Geef het nou gewoon lichte tot matige vorst. Wat? Vannacht zeer lichte tot matige vorst. Ik kan me het is heel gek, hè? Maar ik herinner me dus Martini Plaza volkomen anders. Ik herinner het me als een soort van pijpenlaan waar 1500 mensen in zaten. En ik weet helemaal niet of er een balkon was. Dus ik heb nu echt het gevoel dat hier vorig jaar verbouwd is. En dat ze daar een soort ingang hebben gemaakt. En dat het in oorsprong veel en veel groter was. Maar is dat dan gek, hè? Want kan de geschiedenis toch en je eigen visuele waarneming een loopje met je nemen, hè? Vind je niet, Pepijn? Zeker. Dit zijn vloggers. Ah, vloggers. Hi. Ja. Hi. Dit is Renate. Zeker. Wil je hoed dan eens aan? Oh, god, wacht even. En de cameravrouw heet Paul van Ostaaien. Ze noemen haar Eva. Eveline. Een rondje decor. Schilderijen. Hoe bereid je je altijd voor? Niet. Niet? Bereid je voor? Geen bijzondere rituelen of... Nee. Gewoon saai? Nee, nou nee, sorry, saai. Nee, ik heb niks. Ik heb ook geen altaartje op mijn kleedkamer. Het is gewoon een vak. Ja. Is het voor jou nog inspannend dan, ondanks dat je de hele tijd in zo'n... Ik kan straks niet bewegen, hè? Ik kan nu nog van alles doen en mijn neus zitten. Dat is wel moeilijk inderdaad. Maar straks mag ik het allemaal niet meer doen. Nee. Mag ik het even kort of wat wegdraaien? Ja, dat klopt. Zullen we even naar de kleedkamer gaan? Dan heb je nog de beweging beeld. Dus als er dynamiek in zit, ja, dat is wel. Houd het. Ja. Als er dynamiek in zit. Kijk. Ja, heb je... Toppunt voor gezelligheid. Kijk. Altijd leuk. Hoop je al? Ja. Gezellig. Beetje sfeer erin. Sfeer. Moet je nog zwaar in de make-up of valt het mee? Sfeer nodig. 35 jaar. Ik heb 35 jaar nog nooit in de make-up gezien. Nee? Ook geen laagje. Ik doe daar niet aan. Nee? Nee. Dat wil je niet of... Maar film ook niet? Film is altijd, hè? Ik kan het zeggen, want dan anders dan... Van een tv vaak. Ja. Make-up, maar ik heb toneel heb ik nog nooit gehad. Wat vind je nou leuker dan? De film of toneel? Of? Dit is allebei leuk natuurlijk. Ja. Als je het is heel anders klaar bent met toneel, dan wil je weer naar de film. Ja. En omgekeerd. Zeg maar gewoon doe wat ik altijd doe. Ja hoor, doe lekker je ding. Soms heb ik zo'n ding in mijn oor. Ja. Krijg je twee haar uit je oren en uit je neus. Hè? Dat is heel goed. Ja. Maar dus dan moet je altijd bij. Tot erbij, hè? Ik kan niks aan doen. En dit hoort bij het leven bedoel je? Ja, precies. Ja, ik wil zeggen, niet bij je. Nee. Hé, hey Renate, dan ga ik hier naartoe. Ja, blijven filmen. En dan blijf je filmen en dan zie je. Ja. Doe het altijd zo, hè? Ja? Mm. Want?
dat doe ik altijd. Dat doe ik al 100 jaar. Ik weet niet hoe. Al 100 jaar. Maar deel je je tandpasta ook met anderen? Nee. Ik kan het zeggen. Dat... Echt, ja, hoe voelt het dan? Ja, dat bedoel ik. Ja. Ga kijken hoe ze s'avonds de tanden poetst. Altijd. Wow. Ja. Binnen huis niet door in de was. Dat is kijk, lijkt me alsof ik nog op gescheten heb. Nou, ja, ja. Bak, ja. Kun je niet aan hoor. Nee, dat doe ik niet. Nee, maar ik heb een hempel aan. Dan heb ik hier een reserve. Voor als het zweet enorme vrucht neemt. Dit is. Hey. Hallo? Nou, dat wil ik niet meer. Dit doe ik wel altijd. Dat is mijn enige afwijking. Of ik heel. Van kriebelhoest. Nou ja. Oh, ja, die kun je op de heel niet hebben. Dus had ik had hem 3 weken geleden. Dat ik een soort grieperig was. Ja. 3 dagen achter elkaar. Nou, dan nog kan ik doen als het de rol is. Ja, daarom. Dat is ook zo. Ik zei. Renate. Ik moet even wachten. Ik moet even stoppen. Ja, dat is heel vervelend. Ja, dus, ja dat doe je dan. Ja, dat komt voor, hè. Ja. Ik ben docent drama, hè. Ja, ik hou van jij bent. Ik ben docent drama. Aha. Ik ben eerste graad bevoegd. Oh, docent drama. Oh. Nooit dat mee gedaan? Jawel, ik ga nu wel lesgeven. Ja. Maar dat maakt niks uit, want als ik ook geen docent drama had gehad, dan was ik ook eerste graad bevoegd geweest. Als ik met deze staat van dienst les was gegeven. Ja. Dus maakt niks uit. Maar je geeft nu geen lessen? Of wel? Ik heb een klasje. Hier gisteren een masterclass gegeven. Okay. Ik ken in Amsterdam. Mm-hmm. 10, 5 jongens en 5 meisjes. En dat ga ik nog een keer doen 12 december aan dezelfde groep. En dan ga ik in januari en februari ga ik en in Amsterdam en in Maastricht op de toneelschool lesgeven. Ja. Oké. Okay. Nou, zo. Ja, leuk. Maar dat is gewoon af en toe. Dat is af en toe. Ja. En dan begint het volgende project met toneelschool Maastricht en dan. Ga ik Flikker Rotterdam draaien en dan ga ik nog een film draaien, geloof ik. Oh, dan hoop ik dat het zomervakantie is. Ja, en dan in september 17 begin ik met Vastgoed. Okay. Stuk. Vastgoed? Weer nieuw theaterstuk. Glenn Gary, Glenn Ross. Een hele beroemde film. Met Kevin Spacey, Jack Lemmon en Al Pacino. Maar je blijft hier in Groningen vanavond? Neem ik aan? Blijf slapen in het Hampshire. Oh ja. In het centrum. Maar je gaat nog wat doen voor je verjaardag morgen, of is dat ook iets wat gewoon... Een beetje uit. En dan zeggen ze allemaal proficiat in, dan zeggen ze dankjewel, ik ga slapen. En dan geen wilde feestjes. Nee, nee, nee. Ik ben er niet helemaal aan. Dag! Ik probeer even naar het Groningen Museum te gaan. Ja. Ik ben, hè. Ja. En ik dacht misschien dat we een filmpje kunnen doen, maar ik zei, vrijdagmiddag draait dan niks. Nee, niet zoveel. Nee. Veel films. Ja. Stom. Ja. Is dat een student is, dat moet ik heel doen. Ja. Heeft de rolstoel wel eens mankementen gehad trouwens tijdens de voorstelling? Oh, wel bij geloven? Ja. Toch een beetje... Als je zo acht voorstelling moet gaan. Maar ik zeg, als hij nou straks kapot gaat, dan mag je schreeuwen, Eveline, wat heb je gezegd? Nee. Oh, dat zag ik wel. Dat zie je nooit meer goed. Uit hoeveel personen zijn nou de hele... We zijn met z'n 5 op de dat is echt niet veel, vind ik. Nee.